laag monteren. Dus. Oh, echt Sander, ook dat hebben we helemaal niet gezien. Nou, dan moet je dus video's terugvoeren, want ik ga het dus nog een keer doen. Hallo mensen van Gamers B, hier ben ik weer met een nieuwe video van Mario en Luigi Partners in Time. En we hebben er weer zin in. Tenminste, ik wel, dus ik hoop jullie ook. En zo niet, kom op, waarom niet? Ik ben best leuk. Mijn video's zijn te kijken. Ik bedoel, ze zijn niet te kijken. Laten we het daarop houden. Weet je wel, het is te doen als je eventjes gewoon inzet toont, weet je wel. Het is net als met school. Je moet soms gewoon eventjes doorgaan terwijl je niet meer wil. Maar voor de rest kan het wel oké zijn als je je best doet. Dus dat. Oké, we hebben een ultra drop. Dat vind ik wel mooi. Oh, nice. We kunnen hier nog... Oké, dan kunnen we nu met deze kijken of we nog meer zien. Ik zag net wel een bewegend platform. Kijk, zoals deze. Die bedoelde ik, ja. Dus, oeh, ja. Kijk, en hier moesten we ook op. Trouwens, nee. Oh, hij valt helemaal naar beneden. Maar we hebben het nog wel een soort van gered. Oké, we kunnen nu daardoor. Aha, dat klinkt dus de... Oh, hey, hier is ook nog geld en zo. Is hier dan ook nog wat? Oh, dat is zo zonde. Ik ga hem niet meer pakken. Ik heb er geen zin in. Dus, ja. Wij gaan mooi verder. Want, ja, wat moeten we anders? Weet je wel? Ja, precies. Jij snapt het. Oké. Kunnen ze hier... Wacht, kunnen ze hier echt niet op? Oh, dan moeten we die speciale truc weer gebruiken. Deze. Ja, doe maar. Je kunt het. Ik geloof in je. Ik geloof echt in hem. Ja, moet ik zeggen. Ja, nee. Sommige dingen moet je gewoon even zeggen. En dan is iedereen blij. Oh, nee. We hebben... Oké, dat is wel kut. Oh, nee. Er is ook zo'n vervelend wezen bij. Zo'n eentje. Die vind ik vervelend. Waarom? Genoeg redenen. Ja, en dan gaat hij natuurlijk op Luigi. Hij gaat ook op Mario. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het niet leuk. Hier doet hij niks. Dus dat is niet handig. Gaan we met deze op die gas. Want die gas wil ik als eerst dood hebben. En ja. Shit. Nee. 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 Game over. Fuck. Nou ja, gelukkig hebben we laatst nog gezeten. Dus dat, volgens mij waren we hier gebleven. Maar ik begin nu ineens te twijfelen. Op zich geeft het niet. Want we gaan dit toch gewoon kapot ownen. Wat we ook hadden... Oh, ik weet al wat we hadden moeten doen. We hadden gewoon een... Oh, shit. Oh, nee. Dit gaat fout. Oké. Ja. We gaan een mushroom doen. En dan één up. Nee. Oh, dat wou ik niet. Een 1 up. En dan op Luigi. Nou, doe maar even. Gauw. Bam. Kijk, is die ook weer. En dan hebben we die in ieder geval. En dan kunnen we nu Ice Flowers doen. Ja, laten we dat doen. En dan komt het hopelijk helemaal goed. Dus ja, ik denk wel dat het zo goed komt. Maar ja, je wil niet alweer verliezen, hè. Ook niet... Bij dezelfde battle, zeg maar. Oh, wee, wordt geen tomp. Oeh, ik wou net zeggen, daar ben ik slecht in. Maar het lukt al. Het lukt al. Het lukte. Oké, flauw. Die was echt heel slecht, Sander. I know. Ik weet het. Ja, dat is... I know is, ik weet het, in het Engels, zeg maar. Oh, ja, het hoeft dan niet meer. Ja, oké, ze zijn al dood. Nou, mooi, dat scheelt. En we krijgen hier op zich wel wat XP voor. Dus dat scheelt ook wel weer. Want hoe meer XP je krijgt... Hoe blijer ik word. Zo werkt dat wel een beetje bij mij. Dus ja. Sorry man. Maar wat doe ik? Oké. Weet je wat? We kunnen denk ik beter gewoon rollen. En dan bovenaan denken. Yo, hey, we gaan in een balletje. Want yo, dat is cool. Weet je wel? Oh, dat kan hier sowieso niet. Nou, fucking. Oh, wat? Oké, die gas veranderde in iets. In dat. Laten we eerst maar even gauw met de baby's. Oké, naar boven. Dus het gaat me net goed. Oké, nu moeten we wel echt zorgen dat we beide niet worden geraakt. Of als we samen zijn. Alleen als we samen zijn, zeg maar. Dus ja. Oké, Ice Flowers. We hebben Ice Flowers. Volgens mij hebben we net gekregen. Dus
Ja, we hebben iceflowers gekregen. Haha, nice. Oké, mooi. Dus dan kunnen we die direct gebruiken. Want ja, weet je, we kunnen wel alles opsparen. Maar je moet soms ook gewoon eventjes YOLO doen. Weet je wel, ik bedoel, ik ben altijd best zuinig met dat soort dingen. Ja. Dus ja, dan mag ik ook wel een keer iets minder zuinig zijn. Vind ik. Maar ja, hè, mijn mening. Moet je ook niet altijd al te serieus nemen. Maar ook soms wel. Begrijp dat eventjes goed, hè. Dat je niet mij nooit serieus gaat nemen. Want ik ben ook wel eens heel serieus. Heb je een serieus onderwerp dan, Sander? Dat je dat zo zegt. Dus, en ik heb het nu echt verneukt. Oké, dit was echt zonde. Dit was oprecht zonde. Ik was nog steeds aangewend, zeg maar. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar op zich is het wel te doen. Dus ja. Nee, maar over dat heb je een serieus onderwerp zat. Ga je er één nu behandelen? Nou, we zitten al even in de video, dus dat is nu misschien niet heel erg handig. Nee. Nu heb ik delay. Dat is zo kut om met delay te spelen. Oké, op zich. Ik denk wel dat het te doen. Oh, we kunnen geen bro items meer gebruiken. Oké. We gaan denk ik wel gewoon door. Zie, het is wel te doen. Oké. We gaan nu sowieso niet dood. Dus ja. Oh shit. Nou ja, Luigi is nu wel dood. Maar dat maakt op zich niet uit. Want we hebben altijd nog baby Luigi. En zo'n bever is. Of zo'n rare bever Goomba is op zich niet heel erg. Holy damn, waarom? Oh, ik ben vergeten dat hij ook delay heeft. Maar op zich hoeft dat niet uit te maken. Bam. 10. Yes, dood. Dat hoopte ik al. Dat hoopte ik. Ja, dat is niet aardig om te zeggen. Maar ja, het is wel gewoon. Ja, zo werkt deze game, weet je wel. Ik ga niet zeggen van. Oh, wat jammer dat hij dood is. Het was mijn beste vriend. Terwijl ik een hekel aan hem heb, weet je wel. Dan ben ik liever gewoon eerlijk. Ja, niet iedereen is eerlijk. Ja, dat is jammer, hè. En, ja, ligt eraan, hè. Sommige mensen. Ja, voor sommige mensen is het niet. Kijk, de ene die gebruikt leugen na leugen. En de andere die gaat gewoon. Die ligt alleen in noodgevallen, weet je wel. En weet je wat we gaan doen? We gaan ultra drops een keer gebruiken. Had ik beter voor deze battle kunnen gebruiken, bedenk ik me nu. Weet je wat we gaan doen? We hebben ice flows genoeg. Dus, YOLO! Ja, we gaan die gewoon gebruiken. Fuck it! Nice. Oké, dat was wel een nice score, vond ik. Dus, gaat snel. Oké, hij gaat snel. Oh! Oké, nu ging ik te snel. Oké, als die andere gast. Oké, die mag niet eens. Oh, nee, dit is kut. Want hij mag dus niet dinges gebruiken. Kijk, zijn power is omlaag. En zijn power is ook omlaag. Zijn defense is omlaag. Dus dan kan ik beter hem, want. Als zijn defense omlaag is, weet je wel. Ja, oh shit. Shit. Niet doodgaan, Luigi. Ik wou zeggen, ik vermoord je, maar als je doodgaat. Ja, dan heb je, ja, weinig aan. Ja, je snapt wat ik bedoel. Laten we dit doen en dan op iedereen. Ja, tuurlijk. Dat wist ik ook wel. Ik zat ook echt te kijken van, oké, op wie moet ik hem doen? Maar dat hoefde ik helemaal niet te kijken, want ja, het is gewoon. Het is gewoon van, ja, je moet het doen, weet je wel. Oh, die gast is en power omlaag en defense omlaag en ook nog burnt. Oh, dan heb je wel echt een kut leven. Maar, we gaan niet zo gemeen doen tegen hem. En, oh shit, ik ben helemaal vergeten. Dat had ik met dingen moeten doen. Oh shit. Oké, deze vind ik lastig, maar op zich is hij wel te doen. Die ene gast is burnt. Oh, de regen hielp misschien de burn. Nee, dat scheelt. Oké. Bro flowers. Dus misschien. Nee, we kunnen beter ice flowers. Want dan heb je meer kans volgens mij op stats omlaag. Dan op burn. En ja, dan heb ik dus liever. Dat ze ook nog stats omlaag krijgen. Want waarom niet, hè? Oké, die gast is dood. Dat is heel mooi. Want die kan healen. Dus we gaan nu. Die gast is burn. Dus dan kunnen we beter op hem. Zo doe ik dat, heb ik het heel vaak gedaan, weet je wel. Gewoon de zwakste. Oh, ik dacht dat hij op Luigi zou gaan. Balen. Oké, we gaan nu. Een mushroom gebruiken, denk ik.
Oké, en dan gaan we nog één broflower gebruiken. Sander, dit is zonde. Laat me met rust. Dat is het enige wat ik daarop heb te zeggen. Sorry hoor, maar ja, ik wil echt niet doodgaan nog een keer. Dat is me vandaag al een keer gebeurd. Oh, echt Sander? Oh, dat hebben we helemaal niet gezien. Nou, dan moet je de video terugspoelen, want ik ga het niet nog een keer demonstreren. Oké. Nou, je hoeft niet boos te doen hoor, Sander. Nou, en dat doe ik wel. Sander, ben je schizofreen of zo? Nee, nu wel. Wat? Sander, wat is aan de hand? Wat doe je raar? Nee, dat is heel normaal voor me. Wat? Oh, een kroon van de prinses. What the fuck? Ja, dat had ik ook al door, dat de kroon van de prinses is. Oké. Oh, shit. Dat ziet er niet heel erg positief uit. Cannot compute or I'll look. I cannot compute or ill luck or timing is beyond horrible. If we put a stop to that eruptionizing, we are doomed. Oké. Okay. Wat? Maar ik snap de echte. Mind the explosive faction, bla bla bla. Boeit me geen fuck. Oké. Oh, we moeten denk ik daar naar beneden toe. Daar zie ik een save point. Oftewel, dat betekent dat ik daar de aflevering af ga sluiten. Want zo doen we dat, hè. Save point is aflevering afsluiten. Wat we kunnen doen... Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Oh, wat? Oké, ik had niet eens door wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Maar, we hebben een extra ice flower. Dus we gaan gewoon op een gegeven moment bij 50 stoppen, weet je wel. En dan hebben we die nodig voor boss battles. En dat moet ook, weet je wel. Je moet ook niet alles verbruiken. Ja. Oké, dat ging op zich goed. Ik ben dan heel geconcentreerd. Dus dan krijg je of ja of een. Of je krijgt geen commentaar. En dat is waarom ik dan dus stil ben. Oké, Mario is dood. Dat is op zich best jammer. Dat is niet op zich best jammer. Dat is gewoon best jammer. Ja, dat is gewoon jammer. Dat is gewoon kut. Dat woord zocht ik. Ja, niet zo understatementen. Oké, nu moet ik even goed naar... Oké, ja, die. Dus... Oh, please be luchtballon. Nee. Hij denkt, laat ik Tom zijn, want daar kan hij niet tegen. En eigenlijk is het ook gewoon heel slim. Ik heb hier geen goed gevoel over eigenlijk. Even gaan wegrennen, jongens. Sorry. Maar ik denk niet dat we dit succesvol gaan overleven. Dus wat ik kan doen is ultra mushroom drops gebruiken. Dus hier hebben we zo geluk mee gehad. Oké, laten we... Oeh. Weer hebben we volgens mij best geluk. Hier hebben we ook gewoon best veel van. Hier hebben we gewoon meer van dan de gewone. Dus, shit. Mario valt ook nog. Oh, hij staat direct op. Hij staat op uit de dood. Zo bedoelde ik dat niet. Of hij staat op. Dat is zo kut, hè. Vooral als het maandag is en je staat dan op. Zit je echt van, ja, ik hoop dat mijn leven niet zo kut is vandaag. Maar dan is het wel. Vooral als je mij bent. Want ik heb gewoon een kut maandag. Nee, valt wel mee eigenlijk. Op zich heb ik maandag wel leuke vakken. Nou ja, nu niet. Want nu heb ik geen vakken meer. En nu is het een beetje zo van, ja, weet je wel. Als jullie dit zien, heb ik, denk ik, vrij inmiddels al. Dus, ja, lekker. Ja, ik weet eigenlijk, ik ben nog helemaal niet vrij. Nou ja, ik ben wel... Zo goed als vrij van leren, weet je. Ik hoef alleen voor mij nu Nederlands over te doen. Een toets. En voor de rest, ja, weet je, hoef ik niet echt iets over te doen. Dus op zich, het voelt voor mij wel vrij. Maar ik ben niet vrij. Laten we het daarop houden. Wat we nu kunnen doen is Mario niet dood laten gaan. Oké, nice. We gaan dan gewoon zo'n, hoe heet het? Ja, bros items gebruiken. Kan wel. Ja, we gaan gewoon één. En dan komt het helemaal goed, hoop ik. Oh, ze zijn beide burnt. Ik heb... Oké, in dat geval heb ik echt even geluk vandaag. Maar in andere gevallen heb ik ook al ongeluk gehad vandaag. Dus ja, weet je, je moet niet altijd denken van...
Oh, ik heb geluk, dus ik heb de hele dag geluk, weet je wel. Zo werkt het niet. Waarschijnlijk gaat deze opname ook vaak. Ik heb echt het gevoel alsof ik een ongeluksdag heb, een beetje. Maar in het andere geval, dit gaat dan weer goed, weet je wel. Dus dan denk ik ook weer van, ja, hè? Hoeveel klopt hiervan? Ja, het is gewoon, ik denk niet dat je er zo naar moet kijken. Heel vaak kijken mensen er zo naar van, ja, ik heb een ongeluksdag of ik heb een geluksdag, weet je wel. Maar ik denk niet dat je zo naar moet kijken. Ik denk dat je meer naar moet kijken van, oké, ik heb nu even geluk, dat is mooi, en verder gaan, weet je wel. Of oké, ik heb nu ongeluk en verder gaan. Want ik denk niet dat het je echt de hele dag achtervolgt. Ja, als je denkt misschien wel, maar dat komt ook misschien dan omdat je meer gefocust bent op de ongeluk en niet op het geluk. Nou, dat ligt natuurlijk ook aan hoe erg die gelukken slash ongelukken zijn. En weet je wat? We gaan nog eventjes door, want ik heb er zin in. Oké, ik zat even te kijken en ik dacht, ik heb geen idee wat dat doet. Maar je moest dit ding aanzetten en dan kon je erin. Wat is dit? Dat is geen schaduw, denk ik. Ik heb geen idee, maar het leek wel heel erg op schaduw. Dit lijkt op een professor. Oh wacht, dit is die professor die er ook altijd bij is. Ik weet het al. Ik kan me dit echt helemaal niet meer herinneren. Ik heb namelijk ooit een keer een gameplay van Game Meneer toen hij dit nog deed. Heb ik dit helemaal gekeken. Maar ik kan me dit stukje gewoon echt helemaal niet meer herinneren. Hetgeen wat ik zelf gespeeld heb, zeg maar, dat kon ik nog heel goed herinneren. En het eind kan ik me ook nog wel herinneren. Maar ja, weet je, voor de rest, ik heb geen idee. Ik kan me dit echt niet herinneren. Nou, ik skip dit eventjes, want ik heb hier echt geen zin om ook allemaal, cutscene voor te lezen. Ik denk dat ik al zie wel iets wat we eventueel moeten doen. Dus ja. Oh shit, wat gebeurt er? Is het Bowser? Ik wou Team Rocket zeggen, maar dat is zo anders. Dat is zo, ja, weet je wel, dat is zo niet Mario. Eigenlijk zou er gewoon een Mario en Pokémon crossover game moeten zijn, weet je wel. Gewoon niet zoals Smash, dat je overal je ook van andere DS dingen hebt, maar gewoon, ja, weet je wel, alleen die twee. Dus ja, dat lijkt me wel vet. Wat doet dit? Okay. Oh, dat zorgt voor aha, ik snap het al wat we moeten doen. Oké, op zich denk ik, ik ben nu aan het uitmaken. En volgens mij gaat het wel oké, hoor. Oké, die is, oh wat? Oh, ze zijn allemaal nu uitgedoofd. Oké, tuurlijk. Ja, ik vind het helemaal mooi. Oh wat? Wat gebeurt hier? My memories. Why? The memories of my youth. They've been arranged. What's this? Now, can it be that it's, ik snap er niks van. Maar het zal wel. Oh, wacht. Huh? Nee, ik snap het nu nog steeds niet. Oh, zo is die aan die uitvinding gekomen, zeg maar. Ik denk dat ik het nu wel snap. Laat maar. Oké. Ja, moeten we nu ook nog helemaal, oké. Hij zegt bye, dus ik denk dat wij ook maar moeten gaan. Oh, wat? Can you hear me, fellas? Completed the most marvelous invention. Yep. This incredible machine will put a stop to any volcanic eruption, no matter how great. What? The inspiration just came out of nowhere, as all great ones do. I call it Hydrogis 4000. As the name should tell you, it has horsepower to spare. You're dying to see it, huh? Okay, I'll send you a sample. Flood through the time hole. Hang on, fellas. Okay, ik denk. Okay, nice. Dit is wel op zich leuk bedacht. Ik weet niet hoe ver we in de game zijn en hoe dit zit allemaal, maar,
Nou ja, ik heb het gevoel dat dit ver in de game is. Maar ik heb geen idee hoe. Ik wil gewoon graag weten hoe ver we in de game zitten, weet je wel? Dat vind ik bij deze game wel jammer. Dat ze dat soort dingen niet aangeven. Of nou ja, hoe ver je bent, geven ze op zich in heel veel games niet aan. En dat is ook zijn niet zo erg. Maar bij. Ja. Ik vind. Deze game is veel langer dan ik had gedacht, moet ik zeggen. Maar. Ik vind wel bij boss battles dat ze HP niet aangeven, vind ik wel jammer. Vind ik oprecht jammer. Ik weet niet of ze dat later wel hebben gedaan. Ik hoop het. Want ja, dat is wel gewoon beter. Dus, oh, nu kunnen we terug. Ah, dus we moeten schijnbaar terug. En dan zien we wel wat eruit komt. Hierbij sla ik denk ik af en af, want dan hebben we weer iets voltooid. En dan vind ik het weer helemaal mooi. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Als je niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Later, en als een cutscene komt, ja, pech. Nee, ja, gewoon pech.